al dit soort dingen, al dit soort video's komen vanaf nu op mijn tweede channel. En je kan er fucking wel verwachten. Cause yeah, man, we back. Free acid. Eerste persoon dat je stappen om vooruit krijgt 5 euro. Bro, wil je 5 euro? Ik heb 100% zeker ziekte. Ik leid 100% zeker aan chronisch slaapsyndroom. Ik kan niet opstaan, ik krijg mijn ogen niet open in de ochtend. Ik zie hij fuck. What the fuck, man. Jeez. Good morning. Ooh, look at this. Ooh, yes. Oh yes, that's so nice. Dit is de key om elke fucking ochtend goed door te komen. En dit is geen fucking sponsoring of zo. Dit is een halve liter puur gemberconcentraat. Je moet er ook zo echt niet veel in doen. Want dit is al te veel. Like, ik ga nu al doodgaan. Ben je ziek en heb je geen zin om naar de dokter te gaan gember? Heb je meer geld nodig, gember? Tijd voor een super kort verhaal voor we echt aan deze vlog beginnen. Ik heb op 20 september of 21 september, ik weet het niet meer zo, de nieuwe iPhone besteld. Coolblue heeft veel te veel iPhones verkocht en die waren allemaal uitverkocht. En op de een of andere manier is mijn bestelling verkeerd doorgekomen. En heb ik een iPhone gekocht die er eigenlijk al helemaal niet meer was. Dus ze zeiden tegen mij, kijk, je kan je geld terugkrijgen of je kan gewoon wachten. En dan sturen wij jouw iPhone op vanaf we nieuwe voorraad hebben. Ik wacht dus. Op 16 oktober krijg ik eindelijk de fucking mail van, yo, ordersbevestiging van alles wat je hebt gekocht en we hebben het verstuurd. Morgen hij huis. Yes, dus ik wacht weer een week om er dan achter te komen dat mijn pakketje die ze dat verstuurd hebben, mank bij de post. Dus dat betekent dat ze mijn telefoon weer kwijt waren. Kijk, daar kan Coolblue niks aan doen. No problem. Ik wil een heel documentje in waarin staat dat stel ik krijg hem toch nog opgestuurd. En ik hem vriendelijk ga terugsturen. En zo sturen zij op 23 oktober een nieuwe iPhone op. Die ik vandaag nog altijd niet heb. En die weer verloren is bij de post. Dus wat is het hele ding? Er zit een fucking rat in B-post. Die iPhones aan het kapen is. Iemand heeft het gemunt op mijn pakketjes. En bro, als ik je vind. Wacht dan van 20 september. Coolblue, morgen in huis. Of volgende maand in huis. Who knows? En nu beginnen we de ochtend nice. By eating some foods. And reading some papers. Yes. Echt een volwassen mannen shit. Zoals je kan zien. I grew up. Waarom ruikt het hier naar frituurvet, boys? Wie is er scare shit aan het frituren, man? Yes. Het smelt like poep. We hebben dus ook een nieuwe radio in ons huis. En check deze beats. Yes, you like that so much. Ooh. I'm fresh from the shower now. Ik heb nog een school om te doen. Check dit. Oeh, what would it be? Wat denken jullie dat is? Oeh, shit. It's a piece of wood. Oh. Yes, ik ga hier nog niet meer skaten, maar wauw. Weet je hoe lang ik heb gezocht naar Zurg? Man, finally got it! Het skateboard komt niet bij de muurcollectie, ook al zou je er wel fucking mooi bij passen, man. Wow. Maar met deze ga ik wel skaten. Deze blijven gewoon mooi aan de muur hangen, man. Wow. Hey, that's me! Hello, how you doing? Yeah, so... Fat trick! Fat ass, yo, man. Dat is wel lekker, hé. Oeh. Money. I need the money. Got mustache myself too, bro. You gotta snort yourself, yeah? Yeah. Beter scher je die balzak af, man. Yo. Try. Wordproof is tot dat ik die fucking VX heb. Yes, you already know. Dit is de eerste keer dat ik dat heb gedaan. I never did that before. Turn it. Allee, man. Big tricks! Only big tricks out here, man.
Nolly backside flip. Frontside. Nolly frontside flip. Oh, yeah. Got this, bro. Called it. What the fuck? Oh. Little kid fight. Hey, pas op, man. Allee, man. What the fuck? Hey, ga ik hier op de kant, man. Schkarte. Wat is dit? What the fuck was dit? What the fuck was dat? Big, big. Yeah. Shoes got me white. Als je Air Forces draagt. Of ze zijn vanish wit, just like my teeth. Yes, the Colgate white smile. Oh! Ik heb dat nog nooit te landen fighting kickflip over dat ding. That's trust, man. Oh! Oh, yo, 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 yo. Elke ouder die hier met zijn kinderen naartoe komt, like dit je kind niet gewoon op skatepark, man. That is niet de way. Wat? Er gebeurt nu zoveel in het skatepark. What the fuck? Eerste persoon dat je stappen om vooruit krijgt 5 euro. Bro, wil je 5 euro? Ik denk niet dat je 5 euro wil, man. Ik denk dat hij Frans is, man. Et vous voudrez 5 euros? Oui, je parle français. Oh! Hier, ik hou iets doen. Pretty clean. I need that money, boy. Ah, shit. Need that money. Man playing some Fortnite. Some Fortnite in the skatepark. Meneer, bent u Fortnite aan het spelen? No reaction, man. Zware ditch. Oh shit. Man's crying. Man's crying. Man's crying. Woo! What a fucking day. Man, we home. Yes. Al dit soort dingen, al dit soort video's komen vanaf nu op mijn tweede channel. En je kan er fucking wel verwachten. Cause yeah, man, we back. Free acid. Ik ben niet free, maar ik ben wel free op mijn tweede channel. That's pretty sad. Maar dit kanaal blijven ook gewoon leuke dingen doen. Man, wait, what is it? What has it? Oh. 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 My mom making some nice food. Hello, how are you? Dus ik zit hier gewoon rustig, 1000 keer naar elkaar te kijken naar die video. En terwijl ik dat aan het doen ben, vertel mijn mama ineens een fucking chockerend verhaal. Ik ben nog steeds in shock. Ik dacht van, yes, I'll just take the camera and let her tell it again. Dus er rijdt een go-car voorbij dit huis in de middag met 6 meisjes. Wat gebeurde er daarna? A lot of noise and music, yes. Hoor ik hem aan het zeggen, dat is de mama van Acid. Oh my god, so famous. Ze draaien om, ze rijden nog eens door de straat, dus nog eens voorbij ons huis. En een van die meiden toonde ineens haar blote kont, steekt haar broek van haar kont. En een ander meisje filmde dit. Ik weet niet of het de bedoeling was dat ik dat zag. Maar ik was eigenlijk wel geschrokken. What the fuck? Er is al een groep meisjes die mijn ma gemoond heeft. En ik wil niet zeggen van zo raar dat meisjes zijn, maar... Heb je kont gezien? Ja. En like, hoe oud waren ze? 15, 6. 17. What the fuck? Ik weet niet of die meisjes naar mijn video's kijken, waarschijnlijk wel, want anders weet je niet dat mijn mama is. Stuur die video door! What the fuck? Hello guys. Nice vlog in it. In deze video had ik even gezegd van, yes, wait till I get my VX1000. Ik weet niet hoeveel mensen dat begrijpen, maar ik heb de meest OG skatecamera gekocht die je kan kopen. Man, it looks good. Die komt hier in de tweede week van november toe, dus vanaf dan ga ik een street shit filmen met de VX1000. Yes, y'all ain't ready for my mustache. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Smash een duimpje omhoog en thanks voor subscriben. Vanaf nu komen al deze video's op mijn tweede channel, dus vergeet daar niet te subscriben. Because, yes, we about to earn some money again. En het is bijna Halloween. En voor de spooky Halloween heb ik een spooky Halloween outfit. Ik ga jullie nog niet veel tonen. Maar hey, het is even slap wel. Bedankt om te kijken. My name is Nate. I say love you. See you later, gators. Bye bye. Ik heb chronisch slaapsyndroom. En ik heb zin om te slapen. And I'm gonna sleep long and nice. And do a sleepy weepy.